We zijn vandaag in Rijswijk, waar binnenkort 48 energiezuinige eensgezinswoningen worden afgeleverd aan de nieuwe huurders van Rijswijk Wonen. Een van deze huurders krijgt ook vandaag de sleutel. En deze week zijn ook de open dagen voor collega's om kennis te maken met Fijn Wonen. Nou, wat een mooie locatie. Het is een beetje oud versus nieuw, een beetje die authentieke portiekflats en dan die duurzame woning in het midden. Wat is jullie rol hier precies als Van Wijnen? Allereerst als Van Wijnen zijn we heel erg trots dat we hier van betekenis hebben kunnen zijn. Zoveel mensen een thuis geven voelt heel erg goed. Wij zijn als Van Wijnen eigenlijk de coördinator geweest en hebben de bouwrijpwerkzaamheden, de sloopwerkzaamheden van de oude school en de portiek etageflats die hier gestaan hebben. En we hebben woonrijp gemaakt. Samen met Fijn Wonen, met Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk hebben we denk ik iets heel erg moois gemaakt. Kijk, dus jij zegt de coördinator, maar jullie zijn eigenlijk de regisseur van het hele project. Dat klopt. Mark Willem, kun je me iets vertellen over wat Fijn Wonen nou precies doet? Nou, Fijn Wonen is een producent van woningen en appartementen. Mm-hmm. Woningen en appartementen die we in onze fabriek maken in Heerenveen. Er is in Nederland een enorm woningtekort en op die manier willen wij proberen door in de fabriek al die woningen en appartementen te maken, daar een oplossing voor te bieden. Die woningen zijn toekomstbestendig, betaalbaar, maar ook vooral heel comfortabel en bovendien, het zijn gewoon hele mooie woningen. Dat zie je hier in Rijswijk. Zeker, ziet er goed uit. En niet onbelangrijk, ze zijn heel snel te realiseren. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van de woningen die wij maken. Maar wat zijn we hier nou precies vandaag aan het doen? Wie komt er kijken? Wat valt er te zien? Vandaag zijn we hier in Rijswijk bij de woningen die we hier hebben gemaakt. We hebben corporaties en beleggers uitgenodigd om hier de woningen te komen bekijken. En met succes. De reacties zijn super positief, heel enthousiast. Dus voor ons een mooie gelegenheid om de producten van Fijn Wonen te tonen. Rob, kun je mij vertellen waarom jullie voor Fijn Wonen hebben gekozen? Zeker. Nou, wat wij zochten was een bouwconcept dat we snel konden bouwen. En liefst ook eigenlijk tegen scherpe kosten. Mm-hmm. Er is een enorme druk op de woningmarkt, dus je wilt het in korte tijd allemaal realiseren. Zeker. En nou ja, vandaar. En het moest gasloos. We wilden heel graag dat het ook nul op de meter zou worden. En die combinatie die hebben we kunnen vinden bij Fijn Wonen. Want deze huizen zijn dus gasloos, energiezuinig en hebben zonnepanelen. Is dat bijzonder voor een huis? We moeten 2050 allemaal CO2-neutraal zijn, dus daar zetten we iedere keer stappen naar op weg. En dit is dan een van de manieren om die stap te zetten. En ben je tevreden met het eindproduct en het proces ervan? Ja, zeker. Kijk eens om je heen. Die wijk is gewoon hartstikke opgeknapt met deze nieuwbouw. Dat zit goed. En dat is het proces, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi om te vertellen. We hebben met de gemeente heel nadrukkelijk de keuze gemaakt om te zeggen van middenhuur, sociale huur, maken daar een mooie mix van. En daarmee doen we iets wat de gemeente belangrijk vond, namelijk doorstroming voor de middenhuur. En we doen iets toevoegen wat voor ons belangrijk is, namelijk sociale huur. Dus een mooie mix. We waren hier denk ik in mei en toen zijn we begonnen met bouwen. En je komt een paar maanden later en het is gewoon klaar. Het kan dus echt. En ik denk als het gaat over tegen weinig kosten of beperkte kosten nieuwbouw te bouwen, ja, dan zijn dit soort concepten super interessant. Ben je trots op de buurt? Zeker, ja. Als je zo om je heen kijkt. Wij gingen ook echt voor een hele goede mix. Want je ziet als je om je heen kijkt, is dat van alles. Portiekflats, gezinshuizen, verbeterd, onverbeterd. En dan is dit een toevoeging die er nog niet was. Dus we voegen ook echt iets toe wat de wijk nog niet had. Maar Rob, jij gaat nog wat leuks doen, toch? Zeker, ja. We gaan naar de eerste bewoner in deze wijk. En die heeft net zijn sleutel gehad. Dus daar gaan we eens eventjes kijken. Dan gaan we taart en bloemen brengen. Ik wil jullie... Namens alles en iedereen van harte feliciteren met jullie nieuwe huis. En heel veel geluk en plezier in jullie nieuwe woning. Dankjewel. Nou, dat was het weer. De open dagen waren superleuk en het is dus echt fijn wonen hier in Rijswijk. En dat is fijn voor alle nieuwe bewoners, maar ook fijn voor Rob, fijn voor Herman en fijn voor Mark Willem. En dat is fijn voor iedereen.